Op heel veel plaatsen hadden we vandaag een bewolkte en natte dag, maar uiteindelijk werd het droog. Vanuit het westen klaarde het op en op veel plaatsen in het land werd de dag toch best mooi afgesloten met een mooie zonsondergang. Morgen krijgen we op heel veel plaatsen in ons land de zon te zien. Een storing boven het land zorgde vandaag toch voor een lange periode met regen en veel bewolking. Maar uiteindelijk trok die in de loop van de dag toch noordoostwaarts weg. Dan komen we vannacht en ook morgen in rustig vaarwater terecht. Maar een nieuwe storing boven de Britse eilanden gaat in de dagen daarna toch weer een beetje ons weer bepalen. In de nacht naar donderdag levert dat bijvoorbeeld alweer wat meer bewolking en later een beetje regen op. Maar vanavond dus nog niet. Sterker nog, vanuit het zuidwesten volgen steeds meer opklaringen. Uiteindelijk wordt het op de meeste plaatsen nagenoeg helder. En bij weinig wind kan de temperatuur behoorlijk snel dalen. Begin van de avond temperaturen van een graad of 7. Halverwege de avond of wat later vanavond dan daalt de temperatuur verder. En vannacht komen we op een graad of 3 à 4 uit. Op de koudste plaatsen kan het zelfs afkoelen tot 2 graden. De kans op vorst en de grond is klein, want op grote schaal ontstaat waarschijnlijk nevel of mist. In de loop van de nacht dan neemt de wind in kracht toe, trekt de nevel of mist op en gaat waarschijnlijk over in laaghangende bewolking. En dat zorgt morgenochtend dan voor grijs weer. Morgen dus eerst grijs weer, later wat meer ruimte voor de zon. Maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toch weer een beetje toe. Dat is eerst hoge bewolking, daar komt de zon over het algemeen wel goed doorheen. Het blijft overal droog, temperaturen iets lager dan de afgelopen dagen, een graad of 8 op de meeste plaatsen. En er waait een overwegend matige wind uit zuidelijke richtingen. In de dagen daarna dan blijft het zeer zacht voor de tijd van het jaar, met op donderdag weer temperaturen in de dubbele cijfers. En ook in het weekend zeer zacht met temperaturen van zo'n 10 of 11 graden gemiddeld over het land. Vrijdag is dan een droge dag en het weekend neemt de kans op een beetje regen weer toe. En ook na het weekend houdt het zeer zachte weer voorlopig nog aan. Ik wens je verder nog een fijne avond.